Hallo, mijn naam is Jonas Verhagen en ik ben een Senior Marketing Technologist bij Invisible Puppy. En als onderdeel van mijn dagelijkse taken moet ik mee zijn met de technologie van vandaag om daarin klanten te gaan bijstaan als het gaat over hun businesswensen te gaan omzetten naar technologie. Vandaar deze sessie vandaag over virtual reality, augmented reality, nuttige oplossingen of voorbeelden toch, de dag van vandaag, zowel B2B als B2C. Met andere woorden, welkom in de wereld van de virtuality. Virtuality als zijnde het woord dat gebruikt wordt om alles te omvatten die draait tussen van technologie of opvattingen omtrent virtual reality tot augmented reality, alles die zich daartussen bevindt. En een mooi voorbeeld, of toch een mooie uitleg, waarom dat we geïnteresseerd zijn in alles die draait om virtuality, is toch deze quote van Sarah Hill, van de CEO van StoryHub, die het heel mooi verwoordt als zijn: de wereld is niet langer plat, met name we kijken niet meer enkel naar een website die op een plat scherm naar ons toe komt, maar we gaan heel snel naar een evolutie doormaken waarbij het internet gaat van naar een plaats waar je letterlijk binnenstapt, die een onderdeel wordt van je leefwereld, waarbij dat zelfs de grens vervaagt tussen het virtuele en de realiteit. En dat is ook iets waarin dat de investeerders geloven. Hier zie je deze grafiek van Goldman Sachs, de investeringsgroep, die toch duidelijk aangeeft dat men hoge verwachtingen heeft, zowel in B2B als B2C voor virtual en augmented reality applicaties. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor jouw business, voor mijn business, de dag van vandaag? Zeker in België, als het land dat we zijn. Waar gaat dit naartoe? Is dat iets dat nu al aan mijn voordeur staat? Moet ik daarin mee? Wel, om daar even toelichting te geven, waarom kijken we niet eens rond ons, eens dichtbij, welke voorbeelden er reeds al bestaan, die effectief ook gebruikt worden in een businessomgeving. Dus niet gaan kijken naar wat er gebruikt wordt op trade shows en dergelijke voor mensen aan te trekken, maar wat wordt er effectief gebruikt in het dagdagelijkse business en brengt resultaten op. Laten we beginnen met augmented reality. Voor zij die minder bekend zijn met wat precies nu augmented reality is, letterlijk gezegd, het is een interface die bovenop de werkelijkheid komt te liggen en waarbij dat er extra informatie wordt gegeven die een aanvulling betekent op die werkelijkheid. Een van de mooiste voorbeelden daarbij is een game, Pokémon Go, iedereen wel gekend sinds dat in 2016 toch wel alle hoofdtitels of voorpagina's heeft gehaald. Is dit een succes? Zeker weten. Ze hebben meer dan $600 miljoen verdiend aan deze game en het is nog altijd lopende. En heel simpelweg, men krijgt een Pokémon die op jouw smartphone of tablet scherm tevoorschijn komt en die je dan kunt pakken en dit eigenlijk in een werkelijke omgeving. Mooi voorbeeld van augmented reality. Maar wat betekent dat nu eigenlijk in de business? Wat bestaat er nu al? Voor zij die bekend zijn met een van deze twee applicaties, of augmented reality applicaties van IKEA of van bol.com, maar met de bedoeling om interieurvisualisering te gaan doen of letterlijk objecten in jouw interieur intern te kunnen gaan plaatsen, te zien welke grootte dat ze hebben, welke kleur of dat het past in jouw interieur. En IKEA is daarmee begonnen in 2013 en die is nog altijd bezig jaar na jaar deze applicatie verder aan het uitbreiden. En waarom doet men dat? Wel, aan de ene kant om de customer experience te verbeteren. Jij als klant gewoon thuis in je eigen leefwereld krijg je direct een veel beter zicht op hoe een object past in jouw woonkamer. Aan de andere kant helpt het ook om de klant te overtuigen, juist omdat je ziet dat een object zo goed past in jouw woonkamer of omgeving, dan ga je misschien sneller overgaan tot een aankoop. Zeker omdat je heel duidelijk kunt zien, oké, de grootte van deze zetel die past hier perfect en dan ga je ook veel minder retours gaan doen. Je gaat niet tot de enkel de conclusie komen als je een flatpak geopend hebt en thuis bent uiteindelijk dat die eigenlijk te groot is bijvoorbeeld voor je woonkamer en dan moet je die gaan retourneren, wat een grote kost ook is voor zowel IKEA of misschien zelfs bol.com in dit geval. En waarom halen we bol.com erbij? Want sinds dit jaar heeft bol.com een gelijkaardige applicatie gelanceerd waarmee dat je dergelijke dingen kunt gaan doen. Er zijn weinig resultaten ervan, maar door het feit dat ook bol.com hiermee uitpakt, mogen we er zeker van zijn dat dit toch wel een zeer succesvolle uitrol is van een dergelijke applicatie. En B2B, wat voor voorbeelden zien we daar? Wel, een van de voorbeelden die we hier zien is Field Repair Services, waarbij dat een hersteller op de baan wordt gestuurd. En als hij hulp nodig heeft, dan kan hij gebruik maken van een smart glass, waarbij dat iemand, een meer ervaren hersteller op een misschien de hoofdzetel,
letterlijk kan zien wat die hersteller ziet en ook op, die, op dat scherm letterlijk aanwijzing kan doen van kijk daar, ga naar hier en tegelijkertijd via de audio meer instructies kunt geven. Dat helpt om één, veel meer first time fixes te hebben, dus dat jij als hersteller maar ook maar één keer moet langsgaan bij de klant. Dat leidt er ook toe dat de klant ook veel meer tevreden is of veel sneller tevreden is van de service die je biedt. Het feit dat je in één keer toch erin slaagt om het grootste deel van de dingen te herstellen. Leidt ook tot lagere kosten, want je hersteller moet maar één keer ter plaatse gaan en niet meerdere keren. En dat leidt er ook toe dat je veel sneller minder opgeleide herstellers of herstellen met minder ervaring het veld kunt insturen om dingen te gaan herstellen, terwijl de meer ervaren herstellers aan de andere kant veel sneller kunnen gaan verschillende minder ervaren herstellers gaan bijstaan in hun dagelijkse taken. Zijn er hier voorbeelden van in België? Op dit moment weinig, maar als we kijken bij onze Nederlandse noorderburen, daar zijn deze dergelijke diensten al schering en inslag. Aan de andere kant, in België is Vlaanderen, Flanders Make, wat een onderzoekscentrum is ondersteund door de Vlaamse overheid, dit jaar bezig met een oproep om een gelijkaardig project te gaan uitrollen. Dus als je interesse in hebt, ga naar hun website en schrijf je in op dit project. Als we dan gaan naar virtual reality, voor zij die virtual reality niet kennen of minder ervaring hebben, eigenlijk heel simpelweg creëren we een virtuele wereld die volledig losstaat van de werkelijkheid, die er niks mee te maken heeft of een betere versie geeft van deze werkelijkheid. Voorbeelden hierbij zien we in B2C bijvoorbeeld, misschien wel gekend voor zij die het nieuws wat gevolgd hebben op technologiemarkten, is dit voorbeeld van Neckerman en Connections, die gebruik maken van VR-glasses en een soort 360 video, je al een holiday preview gaan geven van jouw verlof of reis naar New York. Aan de ene kant gebruiken ze dit als een lokmiddel om mensen terug naar hun kantoren te krijgen, want wie is er niet even geïnteresseerd om toch deze technologische vernieuwing te zien. Aan de andere kant creëert dit ook een veel snellere manier om uw klanten te gaan overtuigen om deel te nemen aan deze reis of zich in te schrijven op deze reis. En dat zien we ook uit de resultaten die Neckerman weergeeft. Dat sinds het gebruik van dergelijke VR-brillen, dat de verkoop van de reizen of mensen die intekenen op reizen naar New York wereldwijd toch met 190% is toegenomen. Aan de andere kant geeft het ook aan jouw brand, de perceptie wat mensen van jouw brand hebben of van jouw merk hebben, dat je toch mee bent met de tijd of dat je toch probeert in te spelen op de dagelijkse evolutie van de technologie. Aan de andere kant, als klant krijg je ook een goede ervaring, want je kunt direct ook zien waar je naartoe gaat, wat voor ervaring, de sfeer en dergelijke daarvoor aan het zijn. Je krijgt als het ware een beetje een tipje van de sluier opgelegd als het gaat over jouw reis naar New York. Een mooi voorbeeld uit de B2C-wereld waarbij de virtual reality effectief wordt ingezet om de business te ondersteunen. Nu goed, in B2B, waar zien we daar een voorbeeld in België van het gebruik van virtual reality is bijvoorbeeld in de architectuur. Waarbij dat men letterlijk virtuele schaalmodellen gaat uitwerken van een project. Zelfs voordat de eerste steen is neergelegd, kan je als klant al eens gaan rondwandelen in het gebouw dat je eigenlijk wenst. En dit op plaats van de plannen kun je gaan kijken van waar komt de zon binnen in het westen, in het oosten of hoe ziet het gebouw eruit in 's nachts of hoe is de evolutie van de zon door, ten opzichte van de gevel door geen heel dag. Dat zijn allemaal simulaties die men in de virtuele wereld veel gemakkelijker kan gaan doen. Daarbij ook is het letterlijk een soort visie. Als klant is what you see is what you get. Je weet onmiddellijk waar gaat het naartoe, waar staat deze trap, waar is deze deur. Je kan ook direct visueel feedback gaan geven naar de architect van ik vind dit niet op de juiste plaats, dit moet breder, dit is niet goed gepositioneerd of zelfs op kleuren en dergelijke feedback gaan geven. Dit leidt tot lagere kosten, want als architect moet je eigenlijk in principe niet continu naar de klant rijden, naar zijn kantoor gaan om uitleg te geven of omgekeerd, de klant moet niet altijd naar jou komen. Maar gewoon als je al twee een virtual reality bril hebt, kan je letterlijk in de virtuele wereld elkaar gaan ontmoeten en via audio feedback gaan geven. Leidt tot veel snellere feedback, kan je ook veel sneller gaan inspelen op veranderingen en dergelijke, maar ook virtuele schaalmodellen gaan aanpassen en dergelijke, neemt veel minder tijd in beslag. En ook de customer experience gaat hierdoor veel verbeteren, want de klant weet ongeveer al wat hij zal krijgen. En het is veel minder teleurstelling als gevolg. In België op dit moment nog geen uitrol, maar ik weet wel van een aantal bedrijven die dit jaar daar zeker mee gaan lanceren, wat toch wel een zeer vernuftige vernieuwing is in deze wereld. Mixed reality, technologie waar die
voor sommigen van jullie waarschijnlijk nog niet echt bekend is, of je hebt er toch op zijn minst al van gehoord, vindt zich plaats, of plaatst zich toch tussen virtual reality en alles die tot en met de werkelijkheid loopt. Alle technologieën die zich ongeveer daarin bevinden, dat draait rond mixed reality. En wat is mixed reality precies? Mixed reality is waarbij letterlijk echt de grens tussen de virtuele en de werkelijkheid vervaagt. Het gaat over de binnenbrenging van de virtuele objecten in de werkelijkheid, alsof ze daar ook effectief een plaats hebben. Alsof ze daar altijd gehoord hebben. Voorbeelden daarbij in België op dit moment kennelijk nog geen effectief uitgerold zijn. Er zullen zeker wel ergens een testfases zijn. Maar waar zien we mogelijke toepassingen? Is bijvoorbeeld als we hier kijken bij education of het onderwijs en dergelijke. Waarbij dat je bijvoorbeeld als je mensen les zou willen geven in de medische wereld over de anatomie. Wel, elk geeft eigenlijk zo'n mixed reality glasses op. En kan letterlijk ook het skelet kan zien voor u zonder dat je daar zelf een rubber of plastic prop moet hebben van een skelet of toegepaste tools en dergelijke in een ruimte die daarvoor gebouwd is om een dergelijke opleiding te kunnen geven. Of zelfs gewoon bij je thuis, stel dat je Rode Kruisexamen moet doen, wel met zo'n dergelijke bril op, kan je gewoon thuis oefenen, kan je de les gaan volgen, terwijl dat je daar gewoon in je leerling eigenlijk op de grond ziet, zoals je daar ziet in de linksonderhoek met de video. Waar leidt het toe? Wel veel efficiënter gebruik van tijd en ruimte, om het zo te zeggen. Omdat je veel minder moet verplaatsen bijvoorbeeld. Ik kan gewoon thuis een opleiding voor de kruis volgen. Ik moet niet continu naar een andere locatie. Of zelfs in onderwijs ben je ook veel minder gelimiteerd tot de bepaalde ruimtes bijvoorbeeld waar je dergelijke opleiding kon geven. Net ook tot veel lager kosten. Het feit dat je veel minder moet effectief ook aankopen of ruimtes gaan inkleden om een opleiding te kunnen geven. Terwijl je eigenlijk bijna een volledige virtuele wereld ter beschikking hebt om opleidingen in deze richting te geven. En dit kan zowel voor praktisch bijna alles. Bijvoorbeeld het B2B voorbeeld van mixed reality, waarbij dat we dergelijke applicaties gaan gebruiken in product design. Waarbij dat je al als ingenieur virtueel een onderdeel of een volledig een auto, zoals je dat als een voorbeeld gaat gaan designen, maar zonder dat er zelfs maar één stuk effectief in de werkelijkheid wordt ontwikkeld, kan je eigenlijk al je volledig resultaat gaan zien en dergelijke, voordat je gaat eigenlijk naar een prototype. Want anders moet je 3 weken wachten tegen een prototype misschien geleverd wordt en dan kan je zien, oké, er zijn hier problemen mee, moet je weer een nieuw ontwerp doen en moet je weer 3 weken wachten tegen dat bijvoorbeeld een nieuw prototype arriveert. En zo neemt je product design proces toch wel zeer veel tijd in beslag, terwijl je op deze manier heel snel feedback kunt geven, veel efficiënter te werk kunt gaan. En dit ook weer aan een lagere kost, want al de kost van het prototype maken en dergelijke vervalt, grotendeels gebruik maken van dergelijke technologie. Wat zijn nog een van de blokkades die we zien bijvoorbeeld bij het gebruik van deze technologieën? Is vooral het feit dat je heel vaak nog controles nodig hebt om dingen te kunnen gaan bewegen of toch te kunnen rondwandelen voor in deze virtuele wereld en gebruik maken van 2 controles die je eigenlijk in je handen hebt. Wel, daar brengt Intel sinds eind 2016 toch wel een nieuwe technologie op de markt, genaamd handtracking, maar waarbij dat zelfs uw handen letterlijk als een object in de virtuele wereld worden binnengebracht. Een beetje zoals voor zij die de film nog herkennen van Inception van Tom Cruise, waarbij hij die ziet bewegen met zijn handen om beeldschermen en dergelijke te kunnen aansturen. Wel, daar gaan we naartoe en dat is de toekomst. Zoals ik ook zeg, ik hoop dat dit jullie toch een beetje een beeld gegeven heeft van waar dat we voor staan. Is deze technologie al in België? Zeker wel. En wat kan het betekenen voor jouw bedrijf? Wel, kijk zeker naar onze blog, lees daarop verder en we bieden jullie meer informatie in de toekomst toe. Salutjes!